Hallo, we kijken weer naar een videofilmpje van in dit geval over magneetveld en straatmagneet. En we doen dat met behulp van een applet van meneer Advent. En je ziet hier een magneet en je kan zien dat de Noordpool rood is, dus dat is de linkerkant hier. En de andere kant van de Zuidpool, die is groen getekend, hiernaast staat een klein testmagneetje. En natuurlijk is de Noordpool van het testmagneetje staat gericht op de Zuidpool van de gewone magneet. En die testmagneet die kan ik bewegen en dan kan ik de veldlijnen laten zien. En zoals je ziet lopen de veldlijnen buitenom van de Noordpool naar de Zuidpool en binnendoor, juist andersom natuurlijk. En ik kan volgens mij meerdere van die veldlijnen laten zien. Zo. Je kan op de muis klikken, dan komt er een nieuwe als het goed is. Zo. En je ziet, die hebben allemaal een gebogen vorm, een lusvorm. En die lopen ook binnen de magneet door, zoals je ziet. En je kan ook zien dat er een pijltje in zit in de magnetisch veld. Het magnetisch veld buiten de magneet is altijd gericht van noord naar zuid, dus dat is ook de richting van de pijl, zoals je kan zien. En je ziet dat ze allemaal een gebogen vorm hebben, maar in principe komen ze allemaal weer terug. Sommige, zoals deze, die vallen buiten het scherm, maar het zijn altijd lusvormen. Dat is anders dan bij een elektrisch veld. Daar lopen de elektrische veldlijnen van plus naar min, maar die lopen niet door de geleider zelf heen. Bij een magneet doen ze dat wel. Bij een elektrisch veld is het ook zo dat de elektrische veldlijnen altijd loodrecht staan op het oppervlak waar ze uitkomen. Je kan hier duidelijk zien bij een magnetisch veld dat dat niet zo is. Dus dat zijn verschillen tussen magnetische veldlijnen en elektrische veldlijnen. Nou, je kan natuurlijk ook zien dat het magnetisch veld natuurlijk dicht bij de magneet het sterkst zal zijn. Daar lopen ook de meeste veldlijnen. Als je wel eens een plaatje hebt gezien van een magnetisch veld, dan kun je duidelijk zien als je hier ijzervijzel zou strooien, dan zou er natuurlijk een opeenhoping komen bij de polen, want daar is het magnetisch veld natuurlijk het sterkst. Terwijl juist hier in het midden, daar is een magnetisch veld, moet ik zeggen, voor mij zei ik elektrisch veld, nee. Het magnetisch veld natuurlijk, in het midden van de magneet is natuurlijk het zwakst. Nou, wat gebeurt er nou als je de magneet omdraait? Dan wordt links, rechts, rechts van toe. Links is de Noordpool van de magneet, zit nu aan de rechterkant en de Zuidpool zit aan de linkerkant. Als we nu een veldlijn gaan maken, dan kijkt natuurlijk hetzelfde patroon. Alleen de richting van de veldlijnen die zijn natuurlijk, is natuurlijk de andere kant op. Want hoewel die nog steeds van noord naar zuid loopt, staan de pijltjes nu natuurlijk naar links gericht. En net zonder ze naar rechts gericht. Maar je kan natuurlijk nog een hele hoop veldlijnen erbij tekenen. Maar ik denk dat het principe zal jullie denk ik wel duidelijk zijn. Eventueel in een vervolgfilmpje komen we misschien nog een keer hierop terug. En dan gaan we kijken naar eventueel naar de formules die hierbij horen. Over de magnetische veldsterkte en zo. Oké, we gaan nog even verder met het magnetisch veld van een staalmagneet. Er gaan natuurlijk ook formule voor deze situatie. De sterkte van het magnetisch veld. Beter gezegd de magnetische flux, die kun je berekenen. Dat is globaal zeg maar de hoeveelheid veldlijnen die door een oppervlakte loopt. Hier zie je een aantal oppervlakten getekend. Hier zie je er eentje die staat een beetje schuin op de veldlijnen. Deze staat er loodrecht op. Deze ook. Je kan natuurlijk zien dat als je verder van de magneet afkomt, dat er ook minder veldlijnen erin lopen. Dus is de flux ook minder. En als je het oppervlak niet loodrecht op de veldlijnen zet, maar een beetje schuin, dan zijn het er ook minder. Nou, de magnetische flux, die moet er een endetje bij, die is in Weber. En dat is eigenlijk dus de hoeveelheid veldlijnen die door een oppervlakte lopen. Die hangt natuurlijk af van de sterkte van het magnetisch veld op die plaats. Hangt ook van de grootte van het oppervlak. En dat hangt natuurlijk ook af van de hoek tussen de loodlijn die loodrecht op het vlak staat en het magnetisch veld. En in dat geval wordt de magnetische flux is de sterkte van het magnetisch veld maal de grootte van het oppervlak maal de cosinus van die hoek. En als je niet de loodlijn gebruikt ten opzichte van het vlak, maar gewoon de hoek tussen het magnetisch veld en het vlak zelf, dan is het de sinus van de hoek. En dan is het de hoek beta. Ja, dus de magnetische flux is de sterkte van het magnetisch veld, maar de grootte van het oppervlak, maar de cosinus van de hoek tussen een lijn die loodrecht op het vlak staat en het magnetisch veld. Of de grootte van het magnetisch veld, maal de grootte van het oppervlak, maal de sinus van de hoek tussen het magnetisch veld en het oppervlak. Nou, een voorbeeldje. Stel nou bijvoorbeeld dat je een magnetisch veld hebt met een sterkte van 2,0 tesla en je hebt een oppervlak van 2,01 vierkante meter
En dat oppervlak dat staat eerst loodrecht erop op het magnetisch veld. De loodlijn staat dus loodrecht op. Dat betekent dus dat het vlak evenwijdig is aan het magnetisch veld. Nou, als je dat dan invult, dan vind je dus dat het magnetisch veld 0 is. Dat zou dus neerkomen dat je dit oppervlak precies zo vlak legt. En dan gaat er dus geen enkele veldlijn doorheen. Want nu als je de hoek bijvoorbeeld 45 graden maakt of 0 graden, betekent dus, als hij 0 graden is, dan gaat dan de loodlijnen, dan staan dus het magnetische veld en het vlak loodrecht op elkaar. Dus gaan de maximale hoeveelheid veldlijnen erheen. Nou, dat wordt hier uitgerekend op de onderste regel. Zie je wel? En je kan je voorstellen dat als die hoek 45 graden is, dan is het niet 0, maar ook niet maximaal. Nou, hier wordt het gewoon netjes uitgerekend. Zie je wel met de formule. En nogmaals, je kan dus ook deze hoeken. En dat is dus de hoek tussen de loodlijn op het vlak en de magnetische veldlijn. Dat kun je vervangen door de hoek tussen het vlak en de magnetische veldlijnen zelf. Maar dan moet je de sinus gebruiken zoals hier ook staat. Nou, ik heb het hier uitgerekend met deze deel van de formule. Maar ik had ook het andere deel van de formule kunnen gebruiken. Dan komt er precies hetzelfde uit. Dan kun je narekenen. Hè. Dan kun je dus hier in plaats van cosinus alpha, cosinus 90, wordt het dan sinus beta, sinus 0. En dit wordt dan ook sinus 45 en dit wordt dan sinus 90. En als je dat in je rekenmachine invult, krijg je precies dezelfde waarde. Ja? Oké, dat was het. Bedankt voor het kijken en eventueel tot de volgende keer.